Opdracht 8 van het schoolexamen gaf je een situatie van een apparaat, soort bungee jump trampolineapparaat. Iemand hangt aan een elastiek. Hij wipt op en neer met het elastiek en telkens als hij beneden is, raakt hij eventjes een trampoline, waardoor hij weer extra hard terug omhoog gaat. Hierbij kun je 5 energiesoorten specificeren. De zwaarte-energie van de persoon, de kinetische energie van de persoon, de veerenergie van het elastiek waar hij aan vastzit, de veerenergie van de trampoline waar hij op terechtkomt en tot slot totale energie. En de vraag die wordt gesteld is, bekijk de grafiek goed waarin alle 5 de energieën zijn uitgezet in de loop van de tijd, terwijl dus die persoon op en neer springt, en geef aan welke van de 5 grafieken horen bij de 5 energiesoorten. Ja, dit is best wel een lastige opgave, zeker om even te beginnen. Als je nou kijkt, dan zie je natuurlijk dat er 1 grafieklijn wel heel erg uit de uitspringt. Dat is deze bovenste, dat is gewoon een rechte lijn. Deze lijkt me niet al te moeilijk, want natuurlijk moet de wet van energie, van behoud van energie gelden. Als je alle energieën optelt, moet dat constant blijven. En dan kan eigenlijk niet anders dus dat deze lijn, lijn 1, dat het de totale energie is van alle energiesoorten opgeteld. Dat blijft constant. Goed, hoe gaan we nu verder? Nou, als je nou goed kijkt, dan zie je dat er 1 energiesoort maar heel sporadisch optreedt. Dat is, hier heb je een hobbeltje waarbij je die energiesoort ziet. En hier, dat is energiesoort nummer 5. Ja, als je nou even gaat nadenken, welke van die 5 energieën treedt maar heel eventjes soms op. Ja, dat kan eigenlijk ook niet anders zijn dan de veerenergie van de trampoline. Want alleen als die trampoline wordt ingedrukt, dan heb je daar een energie die groter is dan 0. Dus 5 is de E-veer van de trampoline. Nou, dan houden we er 3 over. Nu we die trampoline hebben, wordt het ook al wat makkelijker. Want wanneer raakt de persoon die trampoline? Op het moment dat hij op het laagste punt bevindt. Als je nou kijkt naar de grafieken die we hebben, hebben we 1 grafiek die op het moment dat de trampoline een energie levert, niet op het laagste punt zit. Die grafiek kan dus zeker niet de zwaarte-energie zijn. Dan houden we 2 keuzen over. Of de dik gestippelde lijn of de punt gestippelde lijn. 1 van die 2 is de zwaarte-energie. En logischerwijs, dan blijft er dan nog maar eentje over. De andere moet dan de kinetische energie zijn. Nou, ik ga al verklappen dat deze onderste lijn, dat de kinetische energie is. En ik ga ook uitleggen waarom. Als je goed kijkt naar die grafiek, dan zie je dat die grafiek eigenlijk 2 keer meer een top en een dal heeft dan zowel grafiek 2 als grafiek 3. Waarom heeft de kinetische energie meer toppen en dalen dan bijvoorbeeld de zwaarte-energie? Nou, als je erover na gaat denken, zowel op het moment dat de persoon boven even stil hangt, als wanneer die helemaal onderop stil hangt, heeft die eventjes geen kinetische energie en is de kinetische energie dus even 0. Dus terwijl de zwaarte-energie maar 1 keer omhoog gaat en 1 keer omlaag gaat, gaat de kinetische energie 2 keer zo snel. En je ziet dat deze dikke stippelde lijn, dat het de enige energiesoort is die met een hogere frequentie op en neer gaat. Die gaat 2 keer per sprong, gaat die naar boven, naar beneden. 2 keer per sprong sta je even stil. 2 keer per sprong heb jij je maximum energie, kinetische energie. Dus dit moet dan wel de kinetische energie zijn. Nou, dan houden we er nog 1 over. Dan houden we er nog 2 over, sorry. Die zwaarte-energie, die moet 0 zijn op het moment dat de trampoline wordt ingedrukt. We hadden nog 2 over. We hebben nummertje 3 over. En we hebben nummertje 2 over. Nou, 1 van die 2 is inderdaad 0 op het moment dat de trampoline wordt ingedrukt. En dat is grafiek nummertje 2. Wat wil zeggen dat dit dus de zwaarte-energie moet zijn. Want als de zwaarte-energie 0 is, dan staat hij op de trampoline. Op het moment dat hij beneden is, de zwaarte-energie 0 is en de trampoline een uitslag geeft,
dan zijn de elastieken maximaal uitgerekt. En je ziet ook mooi dat dat klopt, want op het moment dat de zwaarte-energie 0 is, is nummertje 3, en dit moet dan dus wel de veerenergie van de elastieken zijn, die is dan maximaal. De elastieken zijn maximaal uitgerekt. En zo hebben ze alle 5 voor elk goed antwoord 1 punt. In totaal 5 punten te verdienen. Goed, we gaan meteen door naar 9 en 10. Die gaan we eraan plakken. Deze waren op zich niet zo verschrikkelijk moeilijk, denk ik. We gaan eerst even kijken naar de vragen. We hebben een golf. Daarvan is op één moment een momentopname gemaakt, een foto gemaakt. De trillingstijd van de golf is gegeven. Die is 0,15 seconden. Natuurlijk, vrij logisch, begint de golf op plaats X op tijdstip T is 0. Het hoeft niet, maar meestal is dat wel. En de eerste vraag is, leidt uit de momentopname af op welk tijdstip T de momentopname is gemaakt? Nou, hier is de momentopname. Dit is de golf. We weten dat één trillingstijd 0,15 seconden is. Als je nou goed kijkt, kun je zien dat je ook één lambda kunt aflezen. Één lambda is van hier precies terug naar hier. Als je gaat tellen, dat is precies 0,10 meter. 1 lambda is 10 centimeter. Als je nu gaat kijken naar de lengte van de golf die getekend is, de totale lengte is 0,16 meter. 1 golflengte is 0,10 meter. De totale lengte is 0,16 meter. Dat wil zeggen dat ik 1,6 golflengtes heb. In mijn plaatje. Dat kan alleen maar als het beginpunt, wat dus aan deze kant staat, aan de linkerkant zit, 1,6 trillingen heeft uitgevoerd. 1 trilling was 15 honderdste seconde. Dan is deze foto gemaakt op het moment na 1,6 hele trillingen, na 1,6 maal 0,15, na 0,24 seconden. We gaan even terug. Vraag 10. Bepaal de voortplantingssnelheid van de golf. Nou, we gaan weer even kijken. Wat hebben we daarvoor nodig? De voortplantingssnelheid V is gelijk aan lambda keer F. Nu heb ik toevallig net lambda al bepaald. Lambda is 0,10 meter. F, ja, die moet ik even gaan bepalen. Dat is ook niet zo verschrikkelijk moeilijk, want F is natuurlijk gelijk aan 1 gedeeld door T, de trillingstijd. En de trillingstijd was gewoon gegeven. 1 gedeeld door 0,15. F is 6,667 hertz. Nou, dan is V te bepalen, want V is dan lambda keer F is 0,10 keer 6,667 is afgerond 0,67 meter per seconde. En we hebben antwoord op allebei de vragen.